misschien dat ik dan toch iets heb gevonden wat een beetje hè. Ja, maar die string loopt altijd achter. We zijn pas over een half minuut live. Dus alles wat we nu zeggen. Het komt niet door. Dus 30 seconden loopt die stream achter. Welkom en goedenavond allemaal. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag te gast. Ja, iemand met volgens mij echt de beste Twitter-handle in tijden. Data Dirk. Dirk Jonker heet je. Je bent van Cruncher. We hebben altijd een hele eenvoudige eerste vraag. Wat doen jullie? We hebben een SaaS-oplossing ontwikkeld. Oké, we doen altijd elk ding wat even uitgelegd moet worden. SaaS. SaaS. Software as a Service, maar eigenlijk is het gewoon een internetprogramma. Wat grotere ondernemingen helpt om beter inzicht te krijgen in hun menselijk kapitaal. Oké, dat is wel een hele korte pitch. Ja. Ik heb nog geen enkel beeld van wat jullie doen. Maak het eens concreet. Er is een nieuw vakgebied in ontwikkeling en dat heet People Analytics. En dat is eigenlijk proberen te doorgronden van hoe personeel, organisatie en business performance eigenlijk met elkaar gerelateerd zijn. Het is een vakgebied wat de laatste tijd heel erg opkomt, maar wat eigenlijk al heel oud is in andere vakgebieden. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar supply chain, dat is de logistieke optimalisatie. Neem Albert Heijn bijvoorbeeld. Die gaan al lang niet meer op onderbuikgevoel incalculeren hoeveel melk ze moeten inkopen volgende week. Maar daar hebben ze allerlei wiskundige modellen voor. Ja. Om zo te optimaliseren dat ze niet te veel melk kopen wat ze moeten weggooien, maar ook niet te weinig melk kopen dat ze nee moeten verkopen aan hun klanten. Nou, als je nou eens de parallel gaat trekken tussen melk pakken en grote groepen personeel, dan kan je daar hele goede vergelijkingen in trekken. Namelijk die zie ik niet onmiddellijk. Maar want nou, kijk, een onderneming die wil niet te veel personeel in dienst hebben, maar ze wil ook niet te weinig personeel in dienst hebben om zo een bepaalde strategie niet te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Dus de effectieve inzet van de mensen die je hebt en bepalen hoeveel mensen je eigenlijk nodig hebt van wat voor competenties. Dat is eigenlijk wat People Analytics is. En nu focus je heel erg op het aantal, op de kwantiteit. Terwijl het gaat natuurlijk uiteindelijk om de kwaliteit van personeel. Absoluut. Ja. Maar dat komt in hoe je het vertelt pas op de tweede plaats. Ja, het is echt een combinatie van kwantiteit en kwaliteit. De kwantiteit, dat is nieuw eigenlijk. Human resources, dus personeelszaken binnen grote organisaties, die zijn van huis uit heel erg op het gevoel. Zit je lekker in je vel? Kan ik je trainen zeg maar, om een betere manager te worden? Wat voor trainingsprogramma's kan ik je aanbieden? Maar als je nou eens nagaat dat 60-70% van wat een bedrijf jaarlijks uitgeeft naar personeel gaat, direct of indirect, naar salaris, naar pensioen, naar training, naar leaseauto's, budgetten, dan mag je wat mij betreft wel iets kwantitatiever omgaan met dat personeel. En ook met die inzet van je personeel. Dus dat is eigenlijk wat People Analytics is. En dat is waar we ondernemingen mee helpen. Maar goed, je zegt, ik snap wat je zegt, dat je dat mag doen. Maar hoe doe je dat dan? Want wanneer heb je te veel personeel? Wanneer heb je te weinig personeel? Jullie zijn gaan kijken naar de manier om dat te wegen. Ja. Je zegt, dit is een vrij nieuw gebied waar we naar willen kijken. Maar als we naar zo'n Albert Heijn kijken. Wanneer heeft Albert Heijn te veel en wanneer heeft hij te weinig mensen? Nou, dat is altijd een risicoafweging tussen nee verkopen en misschien te veel voorraad hebben. Dus het is het optimaliseren eigenlijk van je voorraad. Maar dit gaat heel erg normaal, wat jullie zeggen, over de kwantiteiten. Maar er zijn andere elementen. Laat ik een heel duidelijk voorbeeld geven. Als mensen weggaan bij organisaties, worden de exit interviews gedaan, zo heet dat. Dus er wordt aan een werknemer gevraagd van waarom ben je eigenlijk weggegaan? Ja. Betaalde je weer te weinig? Heb je te weinig ontwikkeld? Voor je de manager niet goed, was het weinig visie, et cetera. Wat er nu nog heel veel gebeurt, is die data wordt vastgelegd en er wordt weinig mee gedaan. Een typisch voorbeeld wat People Analytics nu kan doen, is die kan analyseren waarom gaan mensen nu weg. En probeert dat te relateren terug aan datapatronen die mensen die zijn weggegaan hebben achtergelaten in de data. Bijvoorbeeld, mensen kunnen zeggen dat ze te weinig ontwikkeling hebben ondervonden. Maar als je nou eens trends kan ontdekken, dat bijvoorbeeld mensen die we allemaal labelen als high performers, dat zijn de toppers binnen de organisatie, die al jarenlang dag in dag uit hetzelfde werk doen, en dus niet worden ontwikkeld, dat ze een hogere kans hebben om weg te gaan, dan kunnen we die inzichten gebruiken om op tijd managers eigenlijk te alarmeren. Te zeggen, luister, dit zijn toppers, als je die nu niet ontwikkelt, dan hebben ze een verhoogde kans om weg te gaan. Als ik dan even heel kort door de bocht samenvat, is wat jullie doen, want ik herken dat wel van de bedrijven waar ik gewerkt heb, dat
personeelsbeleid, want zo heet het volgens mij in goed Nederlands. Jullie noemen het geloof ik human resource management. Ja. Maar personeelsbeleid vooral op zachte waarden is. Dus zijn mensen tevreden en dat er weinig harde data-analyse onder ligt. Wat maakt dat het bijvoorbeeld best zo zou kunnen zijn. Ik kan me die discussies wel herinneren bij de plekken waar ik werkte. Dat je de theorie zou kunnen verkondigen dat mensen die juist wel opleidingen laat doen om zich te ontwikkelen, dat die misschien zelfs wel eerder weggaan. Ja. Omdat ze in aanraking komen met de buitenwereld en denken van, hey, er is nog veel meer te kopen in het leven. Ja. Jullie hebben tools ontwikkeld dat je dat ook echt kunt onderbouwen en kunt zien wat er gebeurt. Correct. Met die mensen. Klopt dat? Correct, ja. Het begint eigenlijk met de juiste vragen te stellen aan die data. Dus wat we de laatste tijd hebben gezien is dat veel... Maar nog even, het veronderstelt wel, dat is een enorme verandering natuurlijk intern bij bedrijven, dat ze dit allemaal gaan vastleggen. Ja. En dat is een van de roadblocks. Ja, dat is een van de roadblocks waarom het maar heel langzaam op gang komt. Want het is enerzijds heb je goede data nodig om dit soort modellen te kunnen runnen. Je hebt de expertise nodig om zo'n model te kunnen bouwen en die resultaten te kunnen interpreteren. Maar je moet ook een heel collectief van HR-professionals veranderen die het jarenlang op onderbuikgevoel hebben gedaan. En die nu opeens ondersteund worden met uitkomsten uit modellen. Dus dat is inderdaad een hele verandering en daarom gaat het maar heel langzaam vooruit. Het is wel zo dat als je nou even een rondje rond de bestuurstafel kijkt. Hè, dus de CFO die doet een board update en die zegt van we hebben onze belastingconstructies geoptimaliseerd. We hebben zoveel miljoen bespaard. De COO zegt, die zegt, we hebben onze logistiek zo geoptimaliseerd. Je bestelt nu iets in onze webshop en morgenochtend worden bezorgd. En dan komt de HR-directeur en die zegt, we hebben een management trainee programma gedaan. En 68% is daar doorheen gegaan. People Analytics laat die HR-directeur weer rechtop zitten. En zorgt er echt voor dat het menselijk kapitaal nu zo kan worden ingezet. Dat het bedrijf die bedrijfsstrategie zo effectief mogelijk kan uitvoeren. Ja, dat is een enorme claim die je doet. Mm-hmm. Hoe maak je dat nou in de praktijk waar? Ja. Want ik geloof best, ik heb op jullie website gekeken, jullie hebben 6 verschillende apps met allemaal toeltjes waarin mensen allemaal dingen moeten invoeren. Ja. Anders heb je je data niet. Laat een heel duidelijk voorbeeld geven. Hoe maak je die claim in godsnaam waar? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar cao's, dat is in Nederland nog vrij groot. Dus een klein groepje mensen, vakbonden, werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers. Die beslissen eigenlijk over een hele grote groep mensen wat het beloningspakket wordt. Maar dat wordt heel vaak gedaan op basis van onderbuikgevoel. Dus bij de laatste veranderende wetgeving over pensioen, dat moest vanwege fiscale redenen worden gereduceerd, waren de vakbonden die vaak op hun achterste poten stonden, kom niet aan pensioen, want onze achterban vindt dat zo belangrijk. Terwijl als je nou realiseert dat elke werknemer gemiddeld 1,5 dag per week werkt voor de pensioenvoorziening later, dan moet je je afvragen of dat geld wel op de juiste manier besteed is. Dus er wordt een hele one-size-fits-all approach gedaan. Wat hebben wij gedaan? We hebben een interactief spel gemaakt, waar mensen allerlei elementen waarom jij bij een bepaald bedrijf zou willen werken, moeten rangschikken in een soort diamantvorm, waarbij je maar 1 mogelijkweg hebt voor de meest belangrijke voorkeur, 2 voor de ene belangrijkste voorkeur. En door het aangeven van je preferenties kunnen wij door middel van data-analyse, clustering in dit geval, een pakket berekenen eigenlijk wat die mensen die je nodig hebt in de toekomst zo tevreden mogelijk maakt. Dus we kunnen gaan differentiëren op basis van wiskunde wat je aanbiedt aan je mensen. Dus bijvoorbeeld, we hebben veel onderzoek gedaan naar millennials. Samen met Deloitte een groot onderzoek gedaan. En wat daaruit kwam, was dat die millennials, iedereen die heeft het over flexibiliteit. Ze willen bepalen waar ze werken, hoe ze werken, op wat voor Mac ze werken. Dat blijkt toch iets minder waar te zijn dan gedacht. Waar deze mensen voor gaan... Ja, weet je hoe dat komt? Nou. Dat onderzoeken en statistieken zijn, is natuurlijk onzin. In het algemeen? Nee, per definitie. Ja, ik zeg altijd een statisticus waadde met dubbel D door een rivier die gemiddeld 80 centimeter diep was en hij verdronk. Ja. Ja, weet je, dat is de werkelijkheid van de statistiek. Wat er aan de hand is natuurlijk, is dat elk bedrijf is anders. Exact. De eisen die je stelt aan een individueel personeelslid zijn overal anders. En de samenstelling van een team laat zich nu juist ongelooflijk lastig vangen in die soort mega-onderzoeken waar alleen maar gemiddeldes en waardes uitkomen die dan opeens de absolute waarheid worden. Weet je, en dan sluit ik gelijk even aan bij een vraag op Twitter die we van Johan Schaap krijgen. Van jullie bijten je vast in dat model van grote ondernemingen, vakbonden en vast personeel die je 10 jaar zou moeten willen houden. Maar de hele
de hele wereld gaat naar flexibele arbeid. Ja, van, dat klopt. Zitten jullie niet juist in de verkeerde sector? Het is nu 30% flex, zeg maar, wat ondernemingen gebruiken. En dat gaat heel rap toe naar 50-60%. Dat zie je in Amerika gebeuren. Want ik stel twee vragen tegelijk. Ja. Denk je niet dat de individuele benadering, die heel erg ook gebaseerd is op dat onderbuikgevoel van iemand beoordelen, past die in ons team? Weet je wel, heeft die de ambities en de leeftijd om de specifieke rol die we voor die persoon zoeken te kunnen waarmaken? Ja. Dat juist ongelooflijk belangrijk is. Dat is heel belangrijk en daarom is het heel belangrijk om weg te blijven van generaliserende uitspraken. Ja, maar waarom kom je dan met dit soort grote onderzoeken? Dat is toch altijd per definitie... Nou, omdat je bij die onderzoeken collecteer je heel veel data en dan ga je personaliseren. Dus dan ga je zeggen, stel dat een bank bijvoorbeeld van een offline naar een online model gaat. En waarbij bedrijfskundigen minder interessant zijn voor een bank. Maar juist die mensen die cybersecurity enorm belangrijk vinden. Mm-hmm. Kunnen we dan zien wat voor differentiatie er nodig is in arbeidsvoorwaardenpakket. Om juist die cybersecurity experts aan te trekken. Okay. Dus het is een persoonlijke benadering. Maar wat je zegt dus is dan zeg jij waar. De gemiddelde cybersecurity specialist. Die wil minimaal €45.000 per jaar verdienen. En die houdt van leaseauto's van het merk Alfa Romeo. we gaan niet zo heel diep. Wat we wel zien is dat... Nee, maar maak het dan even concreet. Ja, wat komt er dan uit? Uitdagend werk. Doorlopende carrière mogelijkheden. Ze willen ondersteund worden in education. Salaris is ook belangrijk. Maar kom bijvoorbeeld niet aan met bonus bijvoorbeeld. Die mensen trek je niet aan door een variabele beloning. En wat gebeurde er anderhalf jaar toen een variabele beloning in de financiële sector aan banden werd gelegd? Iedereen stond op zijn achterste poten, want al onze topprofessionals zouden naar Engeland gaan of naar Duitsland gaan, omdat het in Nederland niet meer mocht. Ja, dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Dat blijkt veel minder hard te zijn dan waar. Ja. Ik wil nog heel even terugkomen op wat je net zei. Inderdaad, de kunst is om een systeem te maken die continu persoonlijke voorkeuren en persoonlijkheden kan analyseren. En dat je wegblijft bij gemiddeld. Dus bijvoorbeeld als wij volgende week naar Spanje toe gaan op vakantie, dan wil ik niet meer zien in de Lonely Planet, dit is het weer. Nee, ik ga naar Google Maps en ik ga naar Google om te zien wat is de forecast voor dan. Dus het gaat veel meer om deze zelflerende systemen die op basis van data kalibreren. Elk bedrijf is anders. Dus op basis van de context van die data, dat is people analytics en daardoor kan je eigenlijk wegblijven bij die generaliserende uitspraken, maar kan je het heel persoonlijk maken. Hey, maar een vraag, vraag van Twitter, neem wel het eerst. Oké, okay. Heb ik weer. Dan blijf ik wel thuis volgende keer. Stel ik mijn vraag wel via Twitter. Weet je. Ja, dat doe dat. Karin Winters. Kan ook, als mensen vertrekken, kan dat ook aan de kwaliteit van het management liggen? Moeten we dat dan niet meten? Als er te veel mensen vertrekken, ligt dat meestal aan het leiderschap. Ja, dat zien we inderdaad. Wat is nou het interessante van People Analytics, dus van dit vakgebied, is dat er steeds meer databronnen worden toegevoegd eigenlijk aan dit data meer, zeg maar. Dus het begon eerst heel simpel, hè, met data wat op je salarisstrook stond. Hoe oud ben je, hoe lang ben je al in dienst, aan wie rapporteer je, et cetera. Maar dat is natuurlijk bij lange na niet verklarend genoeg om sturende informatie te bieden. Want dit soort informatie van, ja, management heeft geen visie of ik voel me niet betrokken bij de organisatie, dat zit niet in een HR-systeem. Dus wat je daarbij ziet is een samenwerking met TNS Nipo die we onlangs zijn aangegaan. Om ook dat soort data bij elkaar te brengen bij data waarom mensen weggaan. En dan kan je exact dit soort vragen beantwoorden. Dat is een ontzettend valide vraag. En dus des te meer data je eigenlijk samenbrengt, des te verklarender de uitkomsten worden. Maar jij doet het in opdracht van de leiding. Wil de leiding dit soort uitkomsten horen? Ja, nogmaals. Als het 60-70% is van wat een bedrijf jaarlijks uitgeeft. Dus kijk even naar de omzet van hele grote ondernemingen in Nederland. Hè. Dat zit in tientallen miljarden. Laten we zeggen dat ze een winstmarge hebben van 15%. En 60%, 50% uitgeven aan personeel. Dan is dus 10, 20, 30 miljard wat ze jaarlijks uitgeven, gaan naar personeel. Nou, een foutje van 1% is snel gemaakt. Dus het is evident voor mij dat je dit soort technieken gaat toepassen om grote groepen mensen beter aan te sturen. Dat is enerzijds. En anderzijds, als ik werknemer ben en ik ga werken bij een bedrijf en ik spend 5 jaar van mijn leven daar, ja, dan wil ik wel ontwikkeld worden. Dan heb ik geen zin in een one-size-fits-all arbeidsvoorwaardenpakket. Dan heb ik geen zin om 5 jaar lang de gindigheid zelf te doen. Dus het brengt ook voor de werknemer heel veel waarde. Ja. Nog een vraag van de Twitter van Bert de Boer. Hij zegt, zijn lange termijn trends wel voorspelbaar qua people, qua mensen? Of is de dagloner kwantiteit
belangrijker voor de bedrijven zelf. Je zag een aantal jaar geleden dat bedrijven altijd die 2020 plannen maakten. Dus het was in 2014, 2013, dat ze 7 jaar vooruit gingen kijken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke ladikoek. Ik bedoel, wiskundig kan het. Maar als je kijkt naar als je de onzekerheden ook doormeet, ja, dan is het ontzettend onzeker om te zeggen wat er gaat gebeuren in 2020. Vandaar dat lange termijn beleid tegenwoordig 2-3 jaar is. En verder dan dat kijken bedrijven niet. Ik was vorige week in Korea waar ik sprak op een congres. En er was een andere persoon die voor mij sprak en die zei, de toekomst kunnen we denk ik eigenlijk helemaal niet meer voorspellen. Het gaat zo snel. En wat is dan de reflectie op personeelszaken, wat ze moeten doen? Dan moeten ze dus eigenlijk hun bedrijf zo inrichten dat ze ontzettend snel kunnen opschalen, afschalen in bepaalde vakgebieden. Dat ze weten wat ze momenteel in huis hebben en dat ze heel snel de aandacht kunnen richten op een nieuwe markt of op een nieuwe technologie. Ja. Dat is dus eigenlijk de core competentie. En om dat te kunnen doen, moet je weten wat je in huis hebt. Moet je weten waar die flexibiliteit zit. Moet je weten wat mensen willen. Dus dat is echt iets waar People Analytics ontzettend kan bijdragen. Ja, die snap ik wel. Als je natuurlijk precies weet wat de competenties zijn van de mensen die je in huis hebt. Ook die zijn misschien de ongebruikte competenties. Dan kun je wel die mensen bij elkaar roepen als je op een gegeven moment... Weet je wat nou het leuke is? Als je nu naar een... Nou, nog even een ander ding, want ik zat jullie website even te bekijken. En zo klinkt het ook. Je richt je per definitie met dit soort tools op grote bedrijven. Ik zat even te rekenen. Het is pas interessant als je minimaal 7000 mensen of zo in dienst hebt. Hè? Ja, de reden daar is dat, kijk, als ik een bedrijf heb met 200-300 mensen... Dan is het eigenlijk al niet interessant, zeg jij. Dan weet je als bestuurder... Hoeveel bedrijven heb je dan nog over in Nederland? In Nederland... weet je hebt natuurlijk heel veel multinationals die poten hebben in Nederland. Dus we beginnen altijd met een business unit. Ja. En die markt is groot genoeg. Maar als een bedrijf kleiner is dan 1500, dan 2000 mensen, dan heb je geen wiskunde nodig om je te weten, is er vergrijzing? Betaal ik mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde? Gaan mensen nou weg door die ene manager? Ja. Het wordt interessant zodra het mistig begint te worden. Dus je richt je wel echt op die paar honderd bedrijven die een dergelijke omvang hebben. En sterk internationaal. Ben je zelf wiskundige? Econometrist. Ja. En waarom ben je dit gaan doen? Nou, ik studeerde af. En weet je, dan kom je bij de standaard consultantbedrijven. En dan heb ik het een jaar uitgehouden. Ja, dat is vrij kort. Ja. Nou ja, weet je, je werd opgeleid. Ik werd opgeleid als pensioenactuaris. Dus mensen die heel veel weten van pensioenregelingen. En die daar onzekerheden kunnen berekenen. Want daar heb je eerder al van gedacht, dat is leuk. Daar wil ik in opgeleid worden. Nou, ik begon eigenlijk. Ik ben opgegroeid in Groningen. Ik zocht 1 studie uit die je in Amsterdam kon doen. Ja. En ik kon het woord actuariaat nauwelijks uitspreken. Ja. Maar dat was hier wat ik aan de UvA kon doen. Ja. Dus dat was de reden. En toen deed ik het. En toen vond ik het eigenlijk best wel interessant. Ja. Maar ik zag de mogelijkheden. Ik zag, weet je, hoe grote ondernemingen worstelden met grote vraagstukken die op basis van wiskunde die Amazon al heeft, die Albert Heijn al heeft, goed kan toepassen. Dus met 2 koffers ben ik eigenlijk naar Amerika toe gegaan om daar de Big Data Dream in HR achterna te gaan. En daar 5 jaar lang eigenlijk dit soort technieken ontwikkeld, grotere ondernemingen geadviseerd. En want Amerika was toen klaar voor Big Data eigenlijk. Ja, en waarom ben je dan toch weer naar Nederland gegaan en niet in Amerika gebleven? Omdat Amerika was er klaar voor. Ja. Dus daar had je het door kunnen pakken? Daar had ik door kunnen pakken. Maar na 5 jaar is het visum op. En dan moet je of Amerikaan worden via green card of je gaat terug. Inmiddels had ik ook een gezin gekregen daar. Een vrouwenmoed. En dan is Amsterdam toch wel heel leuk. Ja. Ik heb nog even een vraag van Johan Schaap. Net ook al een beetje over gehad hoor. Maar de arbeidsmarkt, het dilemma tussen flex en vast is natuurlijk een van de... grote items die op dit moment speelden, ook in de politiek, in de formatie straks. Wat zou jij de regering adviseren als je hier iets... Dat is interessant. Eigenlijk zou ik de regering adviseren om bedrijven te faciliteren in dit super flexibel maken van je werkschil eigenlijk. Dus het is evident dat bedrijven continu moeten veranderen om zo te kunnen blijven overleven. Dat zag je bij DSM, weet je, vroeger bekend van steenkolen, nu biotechnologie, vitamines, etc. Philips zegt exact hetzelfde. TL-verlichting, LED, en nu zijn ze bijna marktleider op medical devices. Dus om dat te kunnen doen, moet je bedrijven ook toestaan dat ze competenties heel snel kunnen afschalen en kunnen opbouwen. De flexschil is daar een goede mogelijkheid voor.
ik zou dat blijven stimuleren om ondernemingen daar flexibel mee om te laten. Maar geef je eigenlijk met die voorbeelden niet juist aan dat er eigenlijk helemaal niks anders hoeft? Dit zijn ook oude bedrijven en zij hebben kennelijk kunnen meebewegen. Ja. Veel mensen zullen zeggen, we hebben meer flexibiliteit nodig met personeel waar we afhankelijk van de vraag mee moeten kunnen spelen of afscheid moeten kunnen nemen of nieuwe mensen kunnen aannemen. Maar deze bedrijven hebben binnen dezelfde regelgeving die wij al die jaren al hebben ze kennelijk kans gezien om een nieuwe weg in te slaan. Ja, en dan nog daarbovenop, met jouw bedrijven en je tooling, richt je je nou juist weer op dat vaste personeel? Nou, dat is niet helemaal waar. Want Randstad Innovation Fund is begin van dit jaar aan boord gekomen. Mm-hmm. Vrij significant geïnvesteerd in ons bedrijf. Omdat zij ook wel zien dat de uitzendmarkt, dat is niet meer over een aantal jaar. Dus Randstad heeft ontzettend veel expertise in het managen van zo'n flexpool. En die zegt tegen hun bedrijf, weet je wat, ik kan die expertise ook verder doortrekken naar jullie interne personeel. Maar daarvoor komt er zoveel data op ons af, daarvoor hebben we tooling nodig. Hey, Cruncher, dat is interessant. Dus laten we samenwerken. Voor ons was het heel interessant, omdat wij deze beweging ook zien, wat Johan net al zei, via Twitter. Dat het vaste personeel niet alleen genoeg is om een goede strategie uit te voeren, maar dat we daar ook toegang moeten hebben tot de flexmarkt. En laat Randstad daar nou eens ontzettend veel data over hebben. Ja, en dan denk ik gelijk van een miljoen ZZP'ers in Nederland. Ja. Dat is de flexpool van de nieuwe tijd. Ja. Wat doen jullie daarmee? Scrape je LinkedIn profielen die je vervolgens de data die je daaruit haalt, of werk je samen met LinkedIn, waardoor je weer voor je klanten toegevoegde waarde kunt bieden als het gaat om het creëren van een goede flexpool? Ja. Dit is echt een tweestrijd in mezelf. Want om de modellen beter te kunnen laten voorspellen, moet je ze eigenlijk zoveel mogelijk relevante data voeden. Daarin kunnen ze zichzelf trainen, et cetera. Maar je komt ermee ook op een soort glijvlak richting data privacy. Mm-hmm. Van, vind ik het wel eigenlijk oké dat de werkgever mijn privéleven aan het scrapen is en daar allerlei analyse op aan het uitvoeren bent? Die discussie, daar willen we voorlopig heel erg sterk van weg blijven. Omdat we eigenlijk zeggen van beste bedrijven. Dus zeg je eigenlijk, we gebruiken geen LinkedIn-informatie? We gebruiken nog geen externe informatie. We gebruiken alleen informatie die de werkgever zelf verzamelt, zelf genereert, door middel van processen, et cetera. Ja, maar dan kan ik me nog voorstellen dat werknemers bij bedrijven die in dienst zijn, denken van als mijn werkgever mijn LinkedIn-profiel gaat zitten meekijken, dat hoeft voor mij allemaal niet. Exact. Dat snap ik nog. Maar aan de andere kant hadden we het net over de flexschil. Dus bedrijven zoeken in toenemende mate flexibel personeel. Nou, er is een pool in Nederland van een miljoen mensen die gewoon in te huren zijn, projecten. Doe je daar iets mee? Nog niet. Maar zou dat iets zijn? Dat zou fantastisch zijn. Maar we hebben ook onze eigen wishlist, die je als ondernemer heel duidelijk periodiseert. Maar ik zie je ogen beginnen wel te glimmen. Dus dat is Het is ontzettend. Als je in mijn hoofd kijkt, dan zie je dat er nog 100 miljoen dingen zijn die ik heel graag zou willen ontwikkelen. Ja. Maar weet je, is het nou echt wat je zegt? Hè? Is het nou echt zo slecht om, zoals ik het altijd een beetje heb gezien sinds bijvoorbeeld Twitter er is, mensen komen in je blikveld, je ziet dat er iemand op het terrein actief is waar jij misschien op een gegeven moment iemand van nodig hebt. Mm-hmm. Je volgt hem of haar een tijdje en daar krijg je al door, dit is iemand die niet maar wat aanblaat, maar die ook dingen doet. Ja. Weet je bent eigenlijk, ook zonder dat ik daar techniek voor nodig heb, ben ik op zo'nzelfde manier aan het kijken naar de wereld om me heen. Ja. Dus is het nou echt zo erg als dat... Ook geautomatiseerd allemaal. Stel je voor, ik heb best wel een persoonlijke hypothese dat ik aan het gedrag van mensen op LinkedIn zou kunnen zien van, die beginnen om zich heen te kijken, die zouden wel eens weg kunnen gaan. Als mensen hun profiel gaan, als hun profiel updaten, dan weet je die met iedereen connect enzovoort, dan heb je dat inderdaad. Ja. Maar dat is nog wel steeds mijn privéleven. En, vind je dat als het LinkedIn doet? Is dat je privéleven? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat de werkgever, dat is dat domein en privé, dat is mijn domein. Het is wel zo dat ik denk dat de medewerker heel veel kan profiteren op het moment dat die data bij elkaar komt. Want dan kan de werkgever eigenlijk jou beter faciliteren om jou, dat die actief naar je toe komt en zegt van, Dirk, het is misschien wel tijd voor een volgende move. Waarom ga jij niet naar Amerika toe? Dat zou ik fantastisch vinden. Maar dan moet er dus een heel duidelijke propositie komen richting die medewerker. En zou je eigenlijk eens kunnen nadenken of die werknemer zelf niet zijn data beschikbaar zou kunnen stellen voor dit soort doelen. Ik vind het zo overdreven conservatief.
Want iedereen beslist zelf wat hij aan de openbaarheid prijsgeeft. En ja. Ik sluit me volledig aan bij Erwin. Het is toch echt wel zo dat als je op LinkedIn iets gaat typen, dan weet je dat dat openbaar is. Ja. Nou, dus waar komt dat vandaan? Dat is een... kijk, in Nederland zijn we vrij progressief, vind ik nog. Als we nou naar Duitsland kijken, daar is de privacywetgeving ontzettend veel strikter. Ja, dan heb je het over wetgeving, maar je verdedigt het ook principieel. Ja. Ik vind ook, ben met even, ik vind wat je op LinkedIn zet is niet privé. Ja. Privé zet ik niet op LinkedIn. Dat zou mijn redenering zijn. Dat zou kunnen, maar dan ga je naar Facebook toe. Facebook, dat is net als LinkedIn. En daar zet je ook alles op. Maar wil je nou dat ik als werkgever... Nou ja, veel mensen die... Die zetten er heel veel op. Maar die weten ook wel dat dat gedeeld kan worden. Dat zou kunnen. Nou ja, laten we even Twitter pakken. Ja. Dan, hè? Want alles wat ik daar schrijf, kan iedereen meelezen. Ja. Ja, dat is een fantastische bron. Ik vind wel mijn verantwoordelijkheid, weet je wel, om daar... Ja. Weet je, kijk, er is een enorme, enorme bron van mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld eens kijkt naar die competenties. Heel klassiek, wat gebeurt er? Ik zit met jou eindejaarsgesprek te voeren en aan de hand van een paar competenties, die heel klassiek, generiek worden opgesteld, krijg ik een beoordeling van jou, van mijn manager. En dat wordt in een systeem vastgelegd en ieder jaar wordt dat geüpdate. Er zijn ontzettend veel goede technieken die zeggen eigenlijk van nou, geef ons gewoon een bak met Twitter data en wij kunnen eigenlijk kijken op welke onderwerpen jij een expert bent, hoe vaak je geretweet wordt, hoe vaak mensen komen naar jou voor een vraag, etc. Ja. Dus die informatie is veel krachtiger dan het hele klassieke ouderwetse model van ieder jaar beoordeel ik jou. En er komen heel veel competenties die wel, waar ik wel goed in ben, maar die niet tot uiting komen. Maar dan toch, om dit echt te kunnen laten slagen, moet je super transparant zijn in wat je doet. Je moet niet geheimzinnig als werkgever even stiekem op Twitter kijken, even op stiekem op Facebook kijken. Want je gaat volledig nat. Ja. En je hebt maar één kans. Dus wat ik best wel interessant vind, waar ik de laatste tijd eens over na aan het denken is van, kan zo'n werknemer niet over zijn eigen data beschikken, wat hij wel en niet ter beschikking stelt, eigenlijk net zo met je bonuskaart. Je weet dat alles op straat komt bij de Albert Heijn, dat ze daar ook wiskundige modellen op doen, maar in ruil krijg je een korting op producten die je koopt. Dus als die propositie naar de werknemers ook zo duidelijk zou kunnen zijn, dan kunnen we die stap verder maken. Dan kan de werknemer zelf zeggen van, kijk maar op Twitter, er staat heel veel op, dan weet je eindelijk waar ik goed in ben. Oké, maar dan ben je in ieder geval transparant. Snap je? Ja, maar goed, even terug naar het beginpunt. Van, je bent wel heel erg geïnteresseerd in die flexpool. Ik bedoel gewoon de 1 miljoen zelfstandig professionals in Nederland. Maar je hebt nog niet echt de middelen. Ja. Nou weet je, de middelen wel. Het punt is alleen dat als je naar een gemiddelde multinationale onderneming gaat en je stelt daar een super simpele vraag. Hoeveel mensen heb je in dienst? Dan duurt het weken voordat je 15 verschillende antwoorden hebt. Yes. Als je kijkt naar, ze moeten ieder jaar toch zo'n sociaal jaarverslag maken. Ja. Zoveel mensen hebben we, dit is onze vergrijzing, dit is onze diverse and inclusion numbers. Ja. Dat kost weken. En weet je hoe dat komt? Elk land heeft nog zijn eigen HR-systeem, data wordt nauwelijks uitgewisseld. Het zijn allemaal e-mailtjes die over en weer gaan. Dus wat denk je dan wat het met de geloofwaardigheid doet? Als een HR-directeur opeens zegt van nou, ik heb nou een predictive systeem, ik pak alle flexwerkers erbij, ik kan daar predictive models op doen. En dan zegt de business leader, en gisteren wist je nog niet eens hoeveel mensen in dienst had. Mm-hmm. Kom op, eerst even basis op orde. Ja. Dus het is ook... En jij zegt eigenlijk, die fase zitten we gewoon nog. Ik zou zeggen 80% van waar HR mee bezig is nog steeds reporting, advanced reporting. Maar de vraag komt steeds meer waarom. Dus bijvoorbeeld, we hebben 30% man-vrouw, want het is nou eenmaal wetgeving in bepaalde landen. Maar de interessante vraag is, wat is nou het optimale percentage aan diversiteit in teams om zo goed mogelijk te werken? Oké, je bent eventjes voor mij afrondend voor het beeld. Je bent ruim 2 jaar bezig volgens mij met Crunchy? 4 jaar, ja. 4 jaar? Oké. Dan heb ik een Randstad consultancy, daar heb ik een verkeerd artikel daarover gelezen. Nee, Randstad die heeft anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja. Waar sta je op dit moment? Groeien jullie hard? Wat zijn je ambities op de korte termijn? Ja, we hebben nu iets meer dan 40 mensen in dienst. De helft heeft domein expertise op het HR-gebied. De andere helft dat zijn de techies. Mensen met... AI-achtergrond, computer science, astrofysica, weet ik veel wat. En mijn droom is om die groepen te laten groeien en continu te blijven laten blenden om zo dat vuurwerk te krijgen. Van dit zijn problemen
En die tekens zeggen, oh, maar dit kunnen we zo oplossen en dit kunnen we zo schaalbaar maken. Als je kijkt naar concrete ambities die ik heb, dan is het op een paar gebieden echt te bewijzen dat Peep Analytics helpt. Dus met PwC Noord-Amerika zijn we een alliantie ingegaan, waar PwC Noord-Amerika nu met ons samenwerkt om eigenlijk in hun mergers en acquisitions, zoals ze dat noemen, fusies en overnames, te kijken hoe kunnen we nou Peep Analytics daarin zetten om patronen te herkennen die de verkoper, de koper eigenlijk niet wilde vertellen. Een goede analyse te maken van een personeels samenstelling. Ja, ja, en de financiële business case goed fine-tunen. Ja. En verdienen jullie al geld? Of, Nou, het is in de advieskant verdienen we goed geld. We zijn gezellig geworden vandaag ook. Maar in de productkant... Nee, daar kom je, je komt uit een bureau. Dus logisch dat je daar geld verdient. Want we hebben het even over Cruncher, je tooling. Ja. Verdien je daar geld mee? Daar verdienen we geen geld mee. Okay. Nee, dat zijn diepte investeringen die je doet. Ja, is dat wel in zicht? Wat is er voor nodig om geld te gaan verdienen? Nou, dat is dat de markt dit People Analytics niet alleen zegt van... Ja, ik snap het, ik vind het belangrijk. Maar dat de early adopters... laten zien dat het ook werkt. Ja, en zit je nog te veel in de evangelistenfase? Gaat toch veel van jullie, te veel van jullie tijd? Daar zit heel veel tijd in. Ja, dat is precies waar je mee begon eigenlijk. De wiskunde is makkelijk. De data is makkelijk. Wat moeilijk is die cultuur veranderen van... ik heb het 20 jaar lang op onderbuikgevoel gedaan... en dan gaat het computersysteem mij vertellen... dat ik iets efficiënter kan doen. Ja. Dat is het allerlastigste. Maar je hebt tegenwoordig steeds meer jonge HR-directeuren. Mensen die natuurkunde hebben gedaan, die op het klassieke HR-veld komen. En die wereld aan het shaken zijn. Ja. En dat is eigenlijk waar ik heel erg aan bijdraag aan het vakgebied. Nou, spannend. Ja, boeiend. Ja, stekel zoals altijd. Mensen denken dat het een half uur lang is. Maar zoals altijd is het een half uur kort. Ja. Nou, we praten graag nog een keertje verder met je. We maken hier vervolgverhalen. Ja. Dus kom graag nog een keertje terug. Nou, hartstikke leuk. Vertellen hoe het je gedaan is. Dankjewel, maar ik snap dat die cultuur, een belangrijke factor is bij wat jullie doen. Ja. Heel ontzettend bedankt. We danken zoals iedere week 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je elke week live kunt meekijken. We danken Freedom Lab, waarvan we vandaan we uitzenden. En we danken de bier en Co. Stekel. Bier en tot nu toe... Nee, deze vond ik ook lekker. Ja, de naam stond me tegen tot nu toe. Ik dacht, oma's pruim, moet ik dat nou gaan drinken? Maar er staat nu Oude Bok, die past alweer beter. Bovendien las ik dat jouw associatie is gewoon raar. Dit is namelijk gewoon iemand die zat in de tuin van de oma en er viel een pruim uit de boom. Dat is oma's pruim. En toen denken ze, nou, daar zullen we eens een biertje van gaan maken. Ja. Dus blijkbaar heb jij de andere associaties bij. Ja, dat moet het geweest zijn, maar ik vind hem heel erg lekker. Dus Bier en Co. Ook hartstikke bedankt. Kijk je nu live, blijf kijken, want zo direct praten we natuurlijk door zoals altijd. Dit keer over de Internet of Things. En kijk je op die mond, dan weet je dat je uitzending daar ook nog kan zien. Dankjewel. Dag.